heeft om op het rechte pad te blijven. Het samenvoegen van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland kan jaarlijks een besparing opleveren tot 70 miljoen euro. Dat staat in het ontwerpvoorstel voor de herindeling van minister Plasterk. De fusie moet in 2016 plaatsvinden. In de superprovincie wonen dan 4,3 miljoen mensen. Overigens zijn de drie provincies tegen de herindeling. De nieuwe route van buslijn 124 in Landsmeer zorgt voor onrust in het dorp. De bus zou op sommige plekken alleen over de stoep kunnen. En bovendien is de ruimte in de straat soms zo klein dat auto's worden beschadigd, zeggen de bewoners. Er is nu een petitie gestart om de oude buslijn 124 weer terug te krijgen. Twee gewonden bij een verkeersongeluk vannacht op de Driemerenweg in Hoofddorp. Een auto botste op een andere auto en kwam in het water terecht. Een man en een vrouw in de ene auto raakten gewond. De bestuurder van de andere wagen kwam met de schrik vrij. De oorzaak wordt nog onderzocht. Omwonenden van het Steve Biko-plein in Zaandam krijgen vanavond te horen welke maatregelen worden genomen tegen drugsoverlast. Vorige week werden junks voor de zoveelste keer van het plein gejaagd. De verslaafden willen zelf ook wel weg, maar weten niet waarheen en voelen zich door de gemeente in de steek gelaten. Je wordt overal weggeknikkerd. Wat een hangplek moeten we hebben. Waar we heen kunnen zonder dat mensen er last van hebben. Weet je wel, dat is alles. Dat is alles wat we willen. De verdachten van de Amsterdamse voetbalclub Nieuw Sloten, die grensrechter Richard van Nieuwenhuizen zouden hebben doodgeschopt, krijgen vandaag hun straf te horen. Het gaat om 7 jongeren die eerder strafeisen hoorden tot 2 jaar cel. Tegen de vader van een van de spelers is zelfs 6 jaar geëist door het OM.